Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jego Ontdekt. Ben jij ook zo benieuwd wie er vandaag weer te gast is? Luister dan snel verder en ontdek het bij Jego Ontdekt. Ja, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Jego Ontdekt. Uh, vandaag heb ik Davy van der Dop. Ja, de reden is dat we in de, sch uh, in de lach schieten. Uh, nou, we hadden kwart over één hadden we afgesproken. Het is inmiddels half drie. En uh, ja, ik ben een aantal keren uh, de fout ingegaan met en, uh, een recorder uh, die ik niet uh, ja, indrukte en het SD-kaartje. Uh, maar goed, dat mag de pret niet drukken. Uh, we leren elkaar steeds beter kennen ook. Okay? Uh, ook voor degene die uh, luisteren, want tegenwoordig uh, doen we ook Spotify. Uh, ik denk dat het dit keer goed gaat. Davy van den Dop uh, is mijn uh, gast. Uh, velen in uh, Leiden kennen Davy als uh, rugby. Uh, rolstoel. Uh, daar gaan we het natuurlijk straks over hebben, maar uh, vooraf aan dat stukje is natuurlijk uh, ja, een heel proces uh, gaande geweest. Uh, eerst, Davy, nogmaals, welkom. He, uh, ja, ik kan bijna gaan slapen hier. Uh, um, ja, hoe was jouw, uh, laten we het eerst doen, uh, zeg maar, een uh, gekke gewoonte? Ja. Een gekke gewoonte, daar waren we, een gekke <laughs> gewoonte. Nou, uh, vertel. <laughs> ondertussen hebben we al drie afleveringen. Ja, drie afleveringen. Het is <laughs> dus mijn sidekick aan het worden. <laughs> ja, 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 zo, nou, dat is prima. Nou, vertel. Uh, <laughs> oh, gekke gewoonte. Ik, ik heb geen idee hoe ik net verteld heb, nee. Een uh, uh, gekke gewoonte, het is, is, is niet echt gek. Uh, ik ben een flapuit, zeg maar. Dat, uh, dus... Ja, ik gooi er wel gauw uit wat ja, ja. er in mij opkomt. En ja, soms levert dat hele gekke situaties op. En sommige mensen kunnen het hebben en sommige mensen niet. Maar goed, ik ben er heel erg blij mee. Uh, en dat heeft me heel veel gebracht. Dus ja, dat is wel een beetje mijn gekke gewoonte. Dat je wel de gekste dingen af en toe mee uh, kunt verwachten. Nou, goede eigenschappen ook. Ja. Dus, toch? Ja, ik ben er blij mee. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Hé, hey, uh, luister, ja, we gaan ChristenKracht uh, door, uh, door jouw leven heen. Uh, jouw leven ja, is begonnen natuurlijk hè, vanuit de moeder. <laughs> dat ja. is natuurlijk logisch. Hey, um, uh, jouw kleuterjaren, jouw basisschooljaren, uh, daar wil ik het eerst uh, over hebben. Ja. Hoe waren die voor jou? Um, ja, dat is een hele goeie. Uh, ik ben inderdaad, ik dacht eerst dat ik met de OEFR was gekomen. <laughs> dus het, helaas, het blijkt helaas een fabeltje nee, te zijn. Ja, ja, Wat een jammer nou weer. Nee, maar ik ben geboren met een FFU-syndroom. Ja. Uh, dat is een afwijking aan alle vier de ledematen. Uh, kort gezegd, het staat voor fibula, femur, ulna. Dat zijn de botten in je lichaam die uh, ja, bij mij ontbreken. Dus rechts heb ik geen kuitbeen. Nee. Uh, mijn enkel is niet helemaal in orde. En rechts in mijn rechterhand mis, mis ik een vinger. Dat mm. uh, is niet mijn middelvinger trouwens. Dus die heb ik nog schijnbaar. Mm. Uh, mijn pols is niet helemaal in orde. En links is mijn onderarm korter. Uh, en kan ik niet buigen. En links heb ik een beenprothese omdat mijn linkerbovenbenen een heel stuk korter is. En mijn heup niet helemaal in orde is. Mm. Maar prima, ik ben nog goed in mijn bovenkamer, zover ik weet. Dus dat vind ik altijd wel uh, prettig. En ja, eigenlijk in de eerste jeugdjaren. Ja, heb ik er eigenlijk daar nooit echt problemen mee gehad? Ik denk, als kind zijnde, sta je daar niet zo heel gauw bij stil. En dan kan je eigenlijk heel veel. Ik heb gevoetbald in mijn jongere jaren ook nog. Dus ook dat, nog. Uh, ja, dus, uh, ik was keeper altijd. Uh, dus ja, dat ging altijd prima. Ik was volgens mij een van de weinige keepers die altijd nog dook op zo'n jonge leeftijd. Ja. Dus, dat dus ja, ik vond het alleen maar leuk. Niet naar links, want dat kon ik niet. Nee. Maar dus ga je aan de linkerkant van <laughs> je doel staan. <laughs> ja. Zodat de rechts verleider gelijk lijkt om te schieten. Dus, dus ja, en, dus eigenlijk nee. Maar ik, nooit gepest of iets dergelijks. Ik heb. Ja, wel genoten altijd. Als ik oude foto's terugzie van mijn jongere jaren, dan zag ik er blij uit. Ja, dus ja, dat is mooi. En dan ga je de middelbare school in en dan wordt het allemaal anders natuurlijk, hè? Ja, ik denk dat de, de middelbare school is voor heel veel kinderen ook wel een wat lastige periode. Je gaat je gaat puberteit in, je gaat jezelf ontdekken. Je gaat ja. alles om je heen verandert door hormonen en de testosteron en alles schiet door je lichaam heen. En ja, je verandert gewoon in die periode. Ja, zeker. Uh, maar goed, omdat je een beperking hebt, uh, ja, missen, ja, dan ja, dan zie je toch wel dat je toch ietsje anders bent. ik, ben, ja. ik heb VMBO gedaan, zeg maar VMWO basis, dus kader toen in die periode. Ja. Uh, nou ja, je merkt dat daar toch wel ja, heel erg uiterlijk gericht is, ook gewoon. En ja, dus, dus, dus ja, je merkt dat je inderdaad wel wat anders bent dan de rest, ja. uh, dat je minder kan, ja. en dat, dat is ook eigenlijk wel heel logisch. Waar merkte je dat aan? Nou, met name als je... Mij begonnen het al naar de lessen toe te gaan. Is dat je, zeg maar, als je helemaal bovenin les hebt. Voor mij de trap lopen was ja, wat moeite. Oh. Dus als je binnen vijf minuten naar een andere klaslokaal uh, moet, uh, moet gaan, dan is dat voor mij heel lastig. Ja. En je houdt mensen op op de trap en dan ga je, je toch een beetje storen en jezelf. Omdat je denkt, van, ja, weet je, het kost allemaal wat meer moeite. Ja. Uh, dat zijn allemaal de kleine dingetjes eigenlijk. Uh, ja, dus, dus dan zie je wel dat je anders bent en ook met relaties krijgen. Uh, ja, je ziet er anders uit. En mensen zijn in die periode vaak nog wel op zoek naar uh, het leukste jongetje van de klas, zeg maar. Ja, ja. Als je dan een beperking hebt, ja prima. Ik zag, ik moet eerlijk zeggen, ik was toen ook wel wat flinker hoor. Dus dat ja. werkt ook niet echt mee. Nee. Uh, maar goed, ja, dat, uh, dat heeft me. Uh, was toen die tijd wel heel erg lastig. Ja, pittig. Ja. Op een gegeven moment, hè, uh, ja, we hebben ook achter de schermen en uh, ja, tijdens de anderhalf uur hiervoor hebben we het er natuurlijk ook over gehad. Uh, ja, je bent op een gegeven moment natuurlijk, uh, ja, je zei het al, wat zwaarder geworden. Je bent in aanraking gekomen met gamen. Ja. En uh, ja, daar is het een beetje fout gedaan, zeg maar. Ja, ik ben er uh, redelijk verslaafd aan. Gemaakt. <laughs> ja. Ja. En dan uh, zeg ik het nog mild. Nee, ik ben echt wel zwaar game verslaafd geweest. Vanaf mijn 13, e 14e, zover ik me kan herinneren. Uh, ja, dat was. Uh, en daardoor ben ik ook heel zwaar geweest. Ik woog op een gegeven moment omhoog een hoogte 140 kilo. Ja. Maar ja, uh, het was gewoon voor mij zeg maar een uitweg. Omdat je in het echte leven zoals ik dat toen ook noemde, uh, loopt alles niet zo lekker. En Doet je lichaam niet wat je wil doen? En, en ja, wat doe je dan? Je, je komt in aanraking met gamen. Je maakt daar een poppetje aan. Iedereen begint vanaf één. Ja. Iedereen is hetzelfde. Natuurlijk ja. uh, zit er wel een klein beetje verschil. Maar niet extreem zoals, uh, zoals het voor mij op dat moment was. En daar was ik gewoon goed in. Ja, dan is voor mij de keuze op een gegeven moment gemaakt Waar ga je dan meer uren aan besteden? Aan iets waar alles fout gaat. Of tenminste fout, waar alles moeilijk loopt. Ja, op of een ja. Ja. Dus toen op een gegeven moment... Uh, sessies gehad van 50 uur of langer wel uh, achter Deze elkaar. En omdat je daar blij van werd. En, maar ja, je zit wel op je kamertje van twee bij twee. Uh, ja, maar je, en je hebt geen besef van tijd. Uh, nee. Hoe snel het allemaal gaat. Want de game neemt gewoon onbewust heel veel tijd in beslag. Ja. En helemaal als je een spel speelt wat nooit speel, uh, stilstaat. Het nee. was voor de mensen World of Warcraft. Uh, ja, dat is een van de meest verslavende spelletjes ooit geweest. Ja. Uh, dus, dus ja. En dan? Op een gegeven moment denk je van, nee, uh, ik, 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 wil, ik wil dit niet meer. Zeg maar. Klopt. Um, je komt op een gegeven moment op je punt in je leven. Toen was ik twintig of zoiets, dat is me allemaal niet helemaal helder meer, maar ongeveer nee, nee, twintig, dat, um, dat je denkt van, ja, dan ga je om je heen kijken. Je zit achter je computer van, is dit het? Weet je, ja. Wil je hier zo eindigen? Ja. Nou, en uh, ik denk dat het sleutel, tenminste het keerpunt is geweest, dat een kennismeisje is gaan afvallen. Nou, dat is ja. 90 kilo afval in een korte periode. En toen dacht ik ja als hij dat kan, hè, dan, kan jij het ook. dan kan ik het ook. Ja. Nou, dat was ja bloedgroep dieet, uh, nou, allemaal leuk en aardig. Ik zou het niet aanraden om te nee. diëten, ga gewoon je levensstijl aanpassen. Meen eens. Maar goed, korte gewin, dat is wat mensen heel graag willen. Ik wilde dat ook op dat moment en dat ben ik gaan doen. Ben ik 45 kilo afgevallen en dan merk je dat je uh, levenskwaliteit of kwaliteit van leven in dit geval uh, wat vooruit gaat. Ja. En daardoor kon ik dus uiteindelijk ook stoppen met gamen. Mm. Natuurlijk, ik game nu ook nog wel eens af en toe met vrienden, uh, maar het neemt niet, niet meer zoveel tijd in beslag zoals toen. Dat je nee. er naartoe hunkert om het continu te blijven doen. Want Nu weet ik, het heeft geen meerwaarde. Je nee. kan wel gamen, maar dan moet je, dan denk ik bij mezelf, maar wat bereik je er uiteindelijk mee? Ja. Ik had ook het gevoel dat ik meer te bieden had dan... Alleen gamen? Ja. 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 Weet je, en dat, dat is iets waar ik me aan vastgehouden uh, heb. De, daar waar ik nog steeds mee bezig ben om een toegevoegde waarde daarin te zijn. En mezelf ja, op zoek te gaan naar wie wil ik echt zijn. Ja. Dus en dat heeft me wel geholpen om echt van het game op dat moment uh, ook af te stappen. Ja, en al op een gegeven moment hè, ben je van dat game afgestapt. Hè? Je bent uh, met het sporten in aanraking gekomen. Uh, je bent wat kilo's kwijt. Ja. Maar dan moet je het gaan onderhouden. En uh, ja, dan hoe, hoe, hoe doe je dat verder dan? dat was aan het begin wel lastig want je hebt ja je hebt een dieet weet je dat is allemaal leuk en aardig maar dan denk je oh ja nu kan ik wel weer wat normaal gaan eten. Ja. maar ja weet je een pizzaatje is bijvoorbeeld is prima is lekker maar je moet er niet elke dag eetje nee 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 dus toen uh, na na dieeten met name eerst gefocust op mijn voeding dat je voeding en sporten gaat doen ja kan maar ja. dat is wel een heel stuk lastiger want, ja klopt ja door sporten wil je meer gaan eten ja um, dus ja toen ben ik eigenlijk eerst zeg maar nog uh, mezelf gaan proberen te ontdekken, eerst wel afvallen. Ja. Uh, daar heb ik inderdaad, uh, waar hebben we het net over hebben gehad, ja. ik ben zelf twee maanden naar Spanje toe geweest ja. om daar een reset voor mezelf te, te doen. Hoe was die periode voor jou? Echt, echt fucking fantastisch om ja. het even zo uh, te omschrijven. Sowieso ja, het maar... wordt steeds beter hoor. Het filmpje wordt steeds beter. Uh, yeah. Ja, we komen het gaat steeds vloeiender. Ja, het ook, gaat uh, steeds, <laughs> steeds vloeien. Ja. Mensen denken op een gegeven moment die hebben al lang een paar biertjes erachter. So, ja, Zo voelt het wel. Ja, maar, ja, ja, nee, ja dat maakt niet uit. Hè? Het is alleen maar het leuk ook. Hè? Ja, ja, maar dan voelt het een beetje natuurlijk aan. Ja, zeker weten. Uh, Daarom hebben we het net allemaal gewoon geoefend. Ja, we, geoefend. En dan weten we nu wat we moeten vragen aan elkaar. Ja, huh? ja en ik weet welke vragen er komen. <laughs> dus, nou, maar Spanje, kijk, ik ben expres, zeg maar, niet naar de. Uh, ik ben wel Malaga geweest, maar ik zat in een dorpje er naar buiten. Ja. Uh, dus het was niet heel erg toeristisch daar. En. Toen ben ik gewoon de taal daar gaan leren op een Spaanse school. Uh, nou, ik spreek redelijk, ik kan twee biertjes bestellen in het ja, Spaans. Dos een Vesa. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En, uh, dus, ja, maar dat was gewoon een eye-opener dat ik studeren ook wel weer heel erg leuk uh, vond. Ja. Toen dacht ik, ja, weet je, als ik echt iets leuks wil gaan doen later, wil ik wel een papiertje achter de hand hebben waar ik voldoening uit haal en dat ik altijd ergens op terug kan vallen. Uh, dus ja, toen ben ik een toelatingstest gedaan, want ik had al bij lange na niet de juiste papieren om aan de nee. HBO uh, mee te doen. Uh, toelatingstest gehaald voor de hogeschoolleiden. Uh, commerciële economie daar gedaan. Uh, kom je studentenleven in. Echt een fantastische periode. Raad ik echt iedereen aan, ook ja. met een beperking, uh, ja. om dat te doen. Uh, dus, dus ja, en daar ben ik, uh, ja, ben ik eigenlijk wel heel blij mee geweest. Ja. En, uh, naar, ja studentenperiode heel veel bier ja echt heel veel bier Dan ja. merk je dat je lichaam daar toch niet echt uh, nee, 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 tegen kan en nee. je komt best wel wat aan weet je als je ja. een kapsalon naar binnen werkt naar uh, na ja. een avondje stappen uh, dus ja wat ga je dan doen ik ben echt gaan verdiepen in voeding ja. en waarom dat ik me bewust wilde zijn met wat ik eet uh, en een leuk leven kunnen leiden en tegelijkertijd ja. ook gewoon, ja. gewoon lekker kunnen eten ja. dat ik niet op een slaatje uh, iets op een blaadje sla hoef te kauwen nee nee, nee 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 dus dat doe jij ook niet, denk ik. Nee, 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 en, nee zeker niet. Nee, 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 nee. En dan kom je erachter dat het best wel ja, niet simpel is. Want ik wil het niet afdoen. Het is echt wel pittig, met name aan het begin. Maar je kan het heel makkelijk voor jezelf maken. Ja. Uh, dus ja, dan ga je verdiepen in voeding. En dan weet je dat je over een gemiddelde week een x-aantal calorieën kan eten. Dan ja. kun je ook gewoon blijven genieten. En daarnaast blijven sporten. ja, en, ja uiteindelijk ben ik toen nog nou, van 105 naar ja, 85 gegaan. Ja. En toen kwam de sport erbij. En toen is het. Nu moet ik eigenlijk veel meer eten dan dat ik eigenlijk uh, ja. doe. Anders kan je lichaam het niet aan. Zeg maar wat je allemaal doet. Ja. Dus ja. Want dat, uh, ja, dat heb je op een gegeven moment. Uh, heb je dat uh, ja, ergens gedaan? De uh, rolstoel kwam je in, uh, in contact. Uh, ja. uh, daar ben je heen geweest. En uh, ja, toen werd er eigenlijk aan je gevraagd: van joh, doe je een keertje mee. Ja, 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 Paralympisch open dag. Ik was, ja. uh, was al een beetje inderdaad bezig met sporten, een beetje ja. boksen, een beetje, maar het gaf er geen voldoening. Tenminste, het gaf mij geen voldoening. Toen dacht ik, ja, ik wil toch. Ik ben heel erg competitief, ben ik vroeger ook al geweest. Ja. met gamen ook, onwijs. En dat wil je dan terug laten komen in je dagelijks leven. Ja. Dus ik ben naar een Paralympisch open dag gegaan. Normaal moet je opgeven voor drie sporten, maar ik had zoiets. Ja, ik ga me niet van tevoren opgeven, als dus ik nog geen, geen benud nee. heb van wat het allemaal inhoudt. Nee. Toen ben ik bij bed tool gekeken dacht ik, nou, nah, dat. Ja, niet lullig bedoeld naar badminton, nee. maar dat trekt mij gewoon niet. Tennis zag er wel leuk uit, maar hadden, ja, had ik ook niet zoveel zin in. En toen ben ik uiteindelijk gaan kijken bij Rolse rugby. Waarom? Ja. Ik wilde eerst weggaan, maar toen dacht ik, ja, ik kan me er niks bij voorstellen. Dus ga kijken. En toen stond ik daar, uh, en toen keek al die spelers mij aan, en toen kreeg ik de vraag, van, joh, jij moet meedoen, of tenminste dat zeiden ze, jij moet meedoen, want je hebt de perfecte afwijking. Toen dacht ik bij mezelf, ja. Ik heb al die jaren getraind om uit de rolstoel te blijven. Ja. Weet je, en nu, over... moet erin. En nu moet je erin. Ja. Hey, vond je dit nou een leuke, toffe video? Smash even op die duim en abonneer op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende!